De Tweede Wereldoorlog eindigt in 1945. In mei in Europa, in augustus in Azië. Maar voor Nederland begint er dan een nieuwe oorlog om het bestuur van Indië. Tot en met 1949 sneuvelen er in die oorlog meer Nederlandse militairen dan er tijdens de Duitse inval omkwamen. Zo'n 2500. Maar in mei 1945 weet niemand dat nog. Dan is het vooral feest. Overal in Nederland. Duitsland heeft gecapituleerd. Nederland is herrezen. Alles zal beter worden dan het was. We gaan weer aan de slag. Bij de wederopbouw zullen gezonde jongens van 18 jaar en ouder de ideale werkers zijn, zou je denken. Maar juist zij worden als dienstplichtig soldaat naar Indonesië gestuurd. Alleen al op dit ereveld, Menteng Pulo, in Jakarta, liggen er 217. Het is alsof Nederland de vreugde over de eigen bevrijding wil vasthouden. Het wil ook zelf een bevrijder zijn. En dat lijkt nog te kunnen in Nederlands-Indië. Maar daarmee vergt het verwoeste Nederland wel heel veel van zichzelf. De eerste jaren na de Wereldoorlog worden loodzwaar. Maart 1945. Koningin Wilhelmina komt terug in eigen land, in het grensdorp Ede in Zeeuws-Vlaanderen. Zij is de afgelopen 5 jaar het symbool geworden van een fier en vrijheidslievend Nederland dat nooit zal buigen voor de Duitse bezetter. De begroeting was hartelijk, maar eenvoudig, in overeenstemming met de ernst der tijden. De bevolking heeft het gevoel dat het vaderland eerst werkelijk is bevrijd, nu zij de geliefde landsvrouwen weer in haar midden heeft. Om de gebeurtenis extra te benadrukken is in het dorp een streep getrokken om de grens te markeren. Maar de koningin moet zoveel handen schudden dat ze niet eens merkt dat ze de grens overloopt. En daarom poseert ze nog eens, speciaal voor de camera's. Het is tenslotte een historisch moment. Het eerste van velen in het voorjaar van 1945. Nederland wordt in stapjes bevrijd. De bevrijders worden overal uitbundig binnengehaald. Ze zijn helden. Veel Nederlandse jongens willen dat ook. Ze staan te popelen om mee te vechten. Maar in de geallieerde strategie is nauwelijks ruimte voor Nederlandse bataljons. Toch kun je je aanmelden als oorlogsvrijwilliger. Leo Bromleeuwen doet dat. Zijn bijdrage aan het verzet in de kop van Noord-Holland zit erop. Maar zijn zus zit nog vast in een interneringskamp in Indonesië. Toen kwamen de formulieren van de staat, want die zegt, als je je op wilt geven voor de oorlog tegen Japan, dan kan dat nu. Dan gaan we bataljons vormen in Australië en dan word je ingezet voor de strijd tegen Japan en de bevrijding van Indonesië. Tot en met de zomer van 1945 zijn er zo'n 60.000 aanmeldingen voor de verdere strijd. Minister Logeman van Overzeese Gebiedsdelen, zoals het departement van koloniën nu heet, legt in juli 1945 voor de radio uit waarom ze naar de Oost zullen gaan. Voor Nederland, in tegenstelling tot zoveel andere Europese naties, is de oorlog nog niet afgelopen. Het heeft nog een roeping in de wereld die het aan anderen niet mag en niet wil overlaten. We dachten ook omdat de koningin gezegd zou hebben, en nu is het afgelopen met het koloniale gedoe. We gaan op een heel andere basis met de Indonesiërs om. Dat worden Nederlandse staatsburgers met precies dezelfde rechten als de Nederlanders. En we gaan dat heel anders aanpakken. En daar geloofde ik dus heilig in. Dus ik denk niet alleen dat ik mijn zus uit het kamp ga halen, maar ik ga bovendien dus daar de bevrijder uithangen. Dus net als wij hier door de Engelsen bevrijd zijn. Nogal ja, jongensachtige gedachten natuurlijk. Maar goed, dat heb ik dus gedaan. Leo Bromleeuwen begint die zomer aan zijn opleiding. Het is in heel Nederland een tijd van gemengde gevoelens. Tomeloze vreugde over de bevrijding, maar ook diep verdriet. In het hartje van de oude Joodse buurt van Amsterdam keren maar weinig van de oorspronkelijke bewoners terug. En wie wel terugkomt, wacht niet altijd een hartelijke ontvangst.
De Joodse overlevenden van de vernietigingskampen worden gezien als een deel van de stroom Nederlanders die na ellendige ervaringen uit Duitsland terugkomt. Er is voor hen geen aparte aandacht. Alsof het nog niet wil doordringen wat juist hen is overkomen. In deze scène uit een film van toen komen een moeder en dochter terug in hun buurt in Amsterdam. De buurt waar ook het gezin Frank woonde voor ze onderdoken. Of de mensen die we zien Joods zijn, wordt niet verteld. Onder grote belangstelling van de buren komen moeder en dochter behouden thuis. Vader is helaas achtergebleven. Er komen uit Duitsland ook zo'n 270.000 Nederlandse mannen terug die daar aan het einde van de oorlog nog zaten. Ze moeten bij de dienst repatriëring duidelijk maken dat dat niet vrijwillig was. Ook aan het politiek onderzoek wordt door de Rijksveiligheidsdienst bijzondere aandacht besteed. Het is bitter voor al degenen die vaak onder zware omstandigheden in feite dwangarbeiders zijn geweest. Maar natuurlijk is er ook uitzinnige vreugde bij familie en vrienden. In Bergen op Zoom wordt er een vrolijke plechtigheid van gemaakt. De hele stad loopt iedere avond uit naar het stationsplein om de aankomst van de trein af te wachten. Door middel van luidsprekers worden de namen van de terugkerenden afgeroepen. Links en rechts maken de familieleden zich uit de rijen los en rennen naar de plaats van ontvangst. In de Joodse buurten van Amsterdam ervaren de overlevenden vooral de leegte. Zoveel familieleden die niet terugkeerden. Zoveel vrienden en kennissen verdwenen. Elie Dasberg schreef er een gedicht over. Ik dwaal door Amsterdam. Het is gestorven. Mijn oude vrienden lopen niet met mij. Een donkere schaduw schuifelt somber mede. De doden lopen mee in eindeloze rij. Eind juni 1945 komt koningin Wilhelmina naar de hoofdstad. Op het balkon van het paleis neemt ze een defilé af. Natuurlijk zijn er militairen. Maar ook voormalige gevangenen uit de concentratiekampen maken hun opwachting. De belangstelling is net als elders enorm. In een Haagse villa is intussen een nieuwe regering aan de slag gegaan. Het is een zogenaamd noodkabinet, ingesteld door de koningin. De voorzitter is Willem Schermerhorn. Hij en zijn ministers, maar ook de vorstin, zitten vol ambities. Het land moet opgebouwd, de politiek vernieuwd. Het moet allemaal beter worden dan het was. Tijdens de lange bezettingsjaren was er al veel over gediscussieerd en gedagdroomd. Er komt weinig van terecht. Of zoals iemand ooit zei, wat was de vrede mooi toen het nog oorlog was. De problemen zijn te groot. De belangen, de opvattingen verschillen te veel. Zelfs het meest urgente probleem van het land, het ruimen van het puin, is niet eenvoudig aan te pakken. Dat blijkt uit een radiotoespraak van premier Schermerhorn, waarin hij aankondigt dat iedereen nu verplicht zal worden te werken. Luisteraars, in de grote steden en elders lopen op het ogenblik nog duizenden mensen, waaronder een zeer groot aantal jonge, ongehuwde mannen zonder werk rond. De regering doet een dringend beroep op deze mensen om te beseffen dat zij een nationale plicht hebben te vervullen. Aan het eind van die zomer, half augustus 1945, vallen er atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Japan capituleert. De oorlog is ook in Indonesië voorbij. En toen kreeg mijn vader een Rode Kruisbrief uit Indië dat mijn zus had het overleefd en die was met drie kleine kinderen op weg naar Nederland. En mijn zwager was aan de Burma Road, was hij gestorven, dus die was er niet meer. Maar voor mij was op dat moment dus de drang om tegen Japan te gaan vechten en mijn zus uit het kamp te halen, was over.
Dus ik ging naar de commandant en zei, nou, de zaak is over, de oorlog is voorbij, dus ik zou graag nu zo gauw mogelijk weer naar huis willen. Nee, jongens, dat gaat niet. Hij zei, want inmiddels zijn er in Indonesië toch wel wat roerselen en wat nare dingen aan de hand. En daar moeten we mankracht voor hebben om daar gewoon weer orde op zaken te stellen. Dus je hebt getekend voor onbepaalde tijd, dus ja, die handtekens van jou is recht geldig, dus je gaat niet naar huis. Roerselen in Indonesië. Dat daar de revolutie is uitgebroken is voor de meeste Nederlanders en Indo-Europeanen nauwelijks te bevatten. Tijdens de Japanse bezetting is ieder contact verbroken. Daarna is er geen feestelijke bevrijding zoals in Nederland. Japan is verslagen, maar er zijn geen geallieerde troepen. De nationalisten hebben het land onafhankelijk verklaard. Maar de Jonge Republiek heeft in het najaar 1945 nog weinig macht. In het ontstane gezagsvacuüm krijgen radicale jongeren, de Pemuda's, het voor het zeggen. Niemand is zijn leven meer zeker. Veel blanken blijven voor hun eigen veiligheid in de interneringskampen zitten. In de kanalen van de hoofdstad kan iedereen zien dat de revolutie niets ontziend te werk gaat. Er drijven lijken van blanken, van Indo's, van Chinezen en ook van Japanse soldaten, omgebracht omdat ze hun wapens niet willen afgeven aan Pemuda's. Meneer en mevrouw Sukotjo zijn beide bij de revolutie betrokken. Ze herinneren zich het geweld nog. Toen werden de Japanners overgehaald om hun wapens aan ons te geven. Sommigen wilden niet. En die niet wilden, werd aangevallen. Vele steden is het zo gebeurd. Chokja met geweld. Semarang nog bloediger, want het volk heeft enige tientallen Japanners vermoord. En toen werd die Japanse betalen boos, hebben ze bij de 2000 jongelen afgemaakt daar in Semarang. De eerste geallieerde troepen landen op 30 september op Java, anderhalve maand na de Japanse capitulatie. Er zijn veel Britse militairen van Indiase origine bij. Indonesië valt voorlopig onder Engels commando. Het paleis in het hartje van de hoofdstad wordt weer toonbaar gemaakt, klaar voor de eerste militaire parade. Die wordt afgenomen door de hoogste Nederlander ter plekke, luitenant-gouverneur-generaal Van Mook. Hij keert samen met de militaire top terug, maar zonder eigen troepen. Vanwege de revolutionaire situatie wil het Engelse commando voorlopig geen Nederlandse bataljons toelaten. De Nederlandse staat heeft hier ook de handen vol aan een ander probleem. Het oppakken en berechten van Nederlanders die op de een of andere manier de Duitse bezetter van dienst zijn geweest. De mensen die fout waren. In deze rechtszaal in Groningen zijn er honderden berecht. Net zoals in tientallen andere rechtszalen. Het is de meest massale operatie in de geschiedenis van de Nederlandse rechtspraak. 50.000 Nederlanders kregen in zalen als deze een zogenoemde maatregel opgelegd. Dat klinkt heel vriendelijk, een maatregel. Maar dat kon inhouden dat je 10 jaar interneringskamp kreeg. Direct na de bevrijding beginnen de arrestaties. Meestal op aanwijzing van de bevolking. Dat gaat lang niet altijd even fijnzinnig. De wraakgevoelens winnen het vaak van de rechtsbescherming van de verdachte. Er zijn filmopnames gemaakt van openbare vernederingen. De omstanders hebben er zichtbaar plezier in. In het hele land worden vrouwen die met Duitsers zijn omgegaan kaal geknipt en aan het werk gezet. In Haarlem gebeurt dat ook. De jonge Aafje Spits schrijft in haar dagboek: naar de stad gegaan. Het eerste wat we zagen waren twee moffensletten die op het verwulft op een verhoging stonden en kaalgeschoren werden. Tenminste, erg piekerig geknipt en daarna kregen ze menie eroverheen. Al waren het ordinaire mokkels die met Duitse soldaten waren gegaan, ik vond het een rot gezicht. Nou, volgens mij was hier die verhoging en daar... Dat huisje. Aafje Spits komt nu ook nog wel op het verwulft. Wat er gebeurde, staat er nog helder voor de geest. En als ze dan klaar waren, dan moesten ze wachten tot de laatste geknipt werd. Ja. En daarna, wat gebeurde er dan? Ja,
Ik heb zo lang niet gewacht, want ik vond het zo'n naar gezicht. Dus ik ben weggegaan. Ik vond het een rot gezicht, ja. En waar maakte u zich nou na die bevrijding het meeste zorgen over? Nou ja, het was natuurlijk in eerste plaats mijn moeder, hoe dat verder zou gaan. Want? Ja, er was niks bekend wat ze met die mensen gingen doen. Je kreeg niks, je kreeg geen... Nou ja, wel het adres waar ze naartoe werd. Hè? Dus, want wat was er met uw moeder dan? Nou ja, die was gearresteerd, want die was lid van de NSB. Bij Aafje thuis wordt er niet over politiek gepraat. Moeder is NSB-lid, vader niet. In de buurt waar ze wonen zijn wel meer NSB-leden, maar Aafje gaat vooral om met leeftijdsgenoten die daar geen enkele sympathie voor hebben. Vriendinnetjes laat ze liever niet op bezoek komen. En ze is ongerust over haar moeder. De koningin had in het begin zo voor Radio Oranje, voor landverraders zal in bevrijd Nederland geen plaats meer zijn. Nou, dat maakt op een 12-jarige natuurlijk wel een ontzettend indruk. Hè, als zij als NSB'er niet meer in dat land zou mogen komen. En natuurlijk de Bijltjesdag. Hè, er zou na de bevrijding Bijltjesdag komen. En ja, dat vond ik ook altijd iets ongelooflijk. Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, het is zover hoor. Vanmorgen zijn ze geweest om haar te halen. Ik lag juist lang in bed uit te maffen en dacht dat het nu wel los zou lopen. Ik heb niet aan de deur gestaan om afscheid te nemen. Oh, wat was dat erg. Al die mensen. Die vernedering om opgebracht te worden als een dief. Het is ontzettend. Pap is doodzenuwachtig. Het lijkt af en toe of ik gek word. Toen de deur openging, ja, de hele straat, kan je wel zeggen. Daar was ja, iemand die opgepikt werd. En dat was ja, spannend genoeg om erbij te staan. Dus ja, dat moet voor haar ook verschrikkelijk geweest zijn om zo zich in die menigte, ik weet niet of het een joelende menigte was, dat geloof ik niet, maar wel een menigte. En ze moest meelopen, handen omhoog, naar de volgende, het eind van de straat, NSB'er. Er worden in de eerste maanden na de bevrijding zo'n 130.000 mannen, vrouwen en kinderen opgepakt als landverrader. In allerijl worden interneringskampen ingericht, zoals op de Levantkade in Amsterdam. Daar staan vervallen loodsen van de KNSM, ooit een welvarende rederij. Eentje is er tussen alle nieuwbouw bewaard. Duizenden mensen worden hier opgesloten. Al snel doen verhalen de ronde over gebrek aan eten, over vernedering en over mishandeling. Hier krijgen ze, op de dag dat Japan capituleert op 15 augustus, extra eten. Maar eerst strooien bewakers er wel nog dode vliegen over. Het aantal politieke delinquenten is zo groot dat de machine volkomen vastloopt. Tegen het eind van 1945 is de helft van de speciale kampen gesloten en zijn veel geïnterneerden vrijgelaten. Zonder proces, maar wel na maanden voorarrest in soms vreselijke omstandigheden. Dat dat niet rijmt met de democratie waarvoor gestreden is, wordt wel ingezien. PvdA-voorzitter Koos Vorink. Wij moeten ingaan tegen de geest van eigen rechters spelen. De vraag is wel eens gesteld. Hebben de naties dan toch de oorlog gewonnen, doordien ze onze geest en onze ziel met hun verfoeilijke opvattingen vermochten te infecteren? Het is niet te ontkennen dat er reden is voor het stellen van die vraag. In Indonesië duurt de revolutie voort. Een van de meest imponerende monumenten daarvoor staat in Surabaya. De marinestad waar in het najaar van 1945 extreme Pemuda's de macht grijpen. Het museum onder het monument is een vast uitje voor schoolklassen. Op zwepende radiotoespraken van de lokale revolutionaire leider Sutomo laten het roemruchte begin van de staat herleven. Selama banteng banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat tertarik kain putih, merah dan putih. Maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
Het hoofdkwartier van de Bermuda's zat hier. In het gebouw van de voormalige Nederlandse club, de Sint-Pankse Sociëteit. Er zijn nog vooroorlogse souvenirs, zoals dit servies. Een wonder eigenlijk dat het nog bewaard is gebleven, als je weet hoeveel er hier vernield is. En er is veel vernield. Begrijpelijk, want de Sint-Pankse Sociëteit was een koloniaal bolwerk waar alleen blanken mochten komen. De mythe luidt dat bij de sociëteit een bordje hing: verboden voor inlanders en honden. De t-shirtwinkel doet er nu goede zaken mee, al klopt het verhaal waarschijnlijk niet. Het is nog wel voor te stellen dat de Bermuda's de club gretig in bezit namen. Maar de gruwelijke executies die ze er uitvoerden staan symbool voor het geweld dat een revolutie kan brengen. De Nederlander Klaassen schrijft later een verslag. Er verzamelde zich een brede volksmassa die niet te stuiten was. Bereid om met bamboesperen, kapmessen, bijlen, krissen, knuppels en alles wat als wapen voorhanden lag op de vijand, of wie voor vijand werd aangezien, los te trekken. De waanzin raasde door Surabaya. Op de Sint-Pank Club resideerde een gepassioneerd volkstribunaal dat op huiveringwekkende manier het vonnis ten uitvoer bracht. Een overlevende schrijft: je werd met een man of 12 in een wc-ruimte geperst. Na ongeveer een uur, of waren het 3 uren, begon men af en toe dwars door de deur te schieten. Van de Bersiap, zoals de gewelddadige periode van de Indonesische revolutie wordt genoemd, dringt nauwelijks iets door tot het grote publiek in Nederland. Dat heeft hart en handen vol aan de eigen problemen. Mijnengevaar. Dat vormt een van de grootste moeilijkheden, omdat het fruit niet kan worden geoogst. In de meeste bongeren staat hoog het onkruid. Er is geen mens die ze durft betreden. 4 miljoen mijnen liggen er misschien wel in de Betuwe, en dagelijks vallen er weer slachtoffers te betreuren. Waar mijnen liggen, is landbouw nog onmogelijk. Net als in gebieden die onder water zijn gezet. Maar de agrarische sector in zijn geheel doet het verrassend goed. Men heeft er het minst van de oorlog te lijden gehad. De productie zit snel op dezelfde schaal als voor de oorlog en stijgt dan verder. In 1946 is de kaasmarkt van Alkmaar weer vol in bedrijf. Al maakt de commentator wel een kanttekening bij de overvloed. We moeten er bij het aanschouwen van deze kaasweelde maar niet aan denken dat dit heerlijke product op het ogenblik nog op de bon is. Behalve schaarste houdt in 1946 vooral de veroordeling van foute Nederlanders de gemoederen bezig. De vervolging van NSB'ers en anderen gebeurt op basis van nieuwe wetten die de regering in Londen al heeft opgesteld. Het bijzonder strafrecht. En bijzonder is het. Daden die op het moment van plegen niet strafbaar zijn, worden achteraf alsnog strafbaar gesteld. Sommige straffen gaan omhoog en de doodstraf wordt tijdelijk ingevoerd. Die is vooral bedoeld voor mensen als Anton Mussert, de leider van de NSB. Hij wordt 3 dagen na de bevrijding aangehouden. Justitie maakt haast met hem. Al eind november 1945 staat hij terecht. Camera's mogen er niet bij zijn in de rechtszaal. Mussert wordt beschuldigd van hulp aan de vijand, een aanslag op de grondwettige regering en een poging Nederland onder vreemde heerschappij te brengen. Dat laatste is twijfelachtig, maar wordt bewezen verklaard, ook in hoger beroep. De man die een nieuw, wilskrachtig Nederland wilde opbouwen, maar zich niet aan de greep van de Duitsers kon ontworstelen, die man, Anton Mussert, staat op 7 mei 1946 voor het vuurpeloton. Zijn lijk wordt anoniem begraven. De meeste zware politieke delinquenten zitten vanaf het voorjaar van 1946 in interneringskampen die de Duitsers ook al gebruikten: Westerbork, Vught, Amersfoort. Uit deze kampen sijpelen gruwelijke verhalen naar buiten. Ze worden later in officiële rapporten bevestigd. In de Harskamp, hier op de Veluwe, schieten op sommige avonden de bewakers uit balorigheid dwars door de barakken heen. Vaak met dodelijke afloop.
Door ondervoeding, door mishandeling, door wraaknemingen vallen er honderden doden in de interneringskampen. De precieze gegevens daarover komen nu pas aan het licht. Onder invloed van de publiciteit groeit de verontwaardiging wel over de behandeling van politieke delinquenten. Maar commandant Scholten van de Harskamp waarschuwt in een interview met Elsevier's Weekblad tegen lichtvaardig medelijden. Wanneer ge weten zoudt wat zij op hun kerfstok hebben, zoudt ge van dit medelijden moeten terugkomen. Daar gaat een man die de burgemeester van een Brabants dorp naakt met het hoofd naar beneden aan de zoldering heeft opgehangen met gespreide benen. En hij heeft hem net zo lang met een knuppel in het kruis geranseld tot zijn slachtoffer bezweek. Toch oordeelt de Leeuwarden Courant 1,5 jaar later: het moet ronduit worden erkend. Tegenover de politieke delinquenten zijn de elementairste rechten van de mensen geschonden. Er zijn bladzijden aan het Nederlands geschiedboek toegevoegd die het nageslacht niet met trots zal kunnen lezen. Nee, trots word je er niet van. Maar toch, de bijzondere rechtspraak was bedoeld om openbare lynchpartijen te voorkomen. En wat dat betreft heeft het systeem ondanks alle excessen wel gewerkt. Veel beter dan in Frankrijk bijvoorbeeld, waar vele duizenden collaborateurs op straat zijn doodgeslagen. Echt bijltjesdag. Die is in Nederland voorkomen. Al blijft de behandeling van wat ze toen noemden moffenhoeren een beschamende aanblik. Niet ver van de Harskamp, op het landgoed De Hoge Veluwe, vinden in het voorjaar van 1946 ook de eerste onderhandelingen plaats tussen Nederland en de Republiek Indonesië. Er is aan beide kanten groot wantrouwen. De meeste Indonesiërs menen dat Nederland uit is op het terugwinnen van koloniaal bezit. De meeste Nederlanders zien de nationalistische leider Sukarno als net zo'n collaborateur als Mussert. De Indonesische Republiek als het resultaat van de Japanse bezetting. Dat is wat vertrekkende Nederlandse jongens te horen krijgen van niet de minste militair, prins Bernhard. Gij hebt u niet ingeschreven om een strijd tegen een vijand aan te binden. Nee. Indien gij genoodzaakt zult worden op te treden, zal het zijn tegen een door een satanische gele vijand onder de Indonesische bevolking van ons koninkrijk uitgestrooid vals gif. Er werd ons dus eigenlijk verteld dat er waren dus mensen die in de Japanse tijd leuke baantjes hadden gehad. Zo onder andere Sukarno en al die jongens, dat wilden ze dus graag vasthouden met Japanse wapens. Dus verzet tegen de Nederlandse autoriteiten. Maar wij waren ervan overtuigd dat het gros van de bevolking gewoon op onze bevrijders zat te wachten. Dat dachten we gewoon, dat was een gegeven. De uit de hongerkampen verloste Nederlanders worden gerepatrieerd. En tezelfde tijd komen de eerste Nederlandse troepen in Indonesië aan. Frisse jonge kerels, vol energie en gedragen door één ideaal. Een einde te maken aan moord en roof. Recht en veiligheid te brengen aan de zo zwaar beproefde Indonesische bevolking. Een prachtige taak die echter ontzaglijk zwaar zal blijken te zijn. De Nederlandse militairen nemen gaandeweg het gezag over van de Engelsen. Maar hun daadwerkelijke macht is beperkt. Grote delen van Java zijn in handen van de Republiek Indonesië. Er zijn zogenaamde demarcatielijnen waar beide partijen wachtlopen. Luitenant Verbeek van der Zanden schrijft aan zijn moeder: het is een beroerde periode, want dit gespannen wachten vreet iedereen op den duur op. Het is nu al zover dat wij op sommige wegen republikeinse landmijnen vinden. Soms krijg ik het gevoel dat de Duitsers in Nederland gehad moeten hebben. Ook hier worden spijkers op de weg gegooid en dergelijke aardigheden meer. Wachtlopen. Al maar wachtlopen. De legerleiding begint aan te dringen op actie. De regering benadrukt dat er eerst een oplossing langs politieke weg moet worden gezocht. Het voelt zich verantwoordelijk voor al die mensen die meer verbonden zijn met Nederland dan met het nieuwe Indonesië. Een deel komt vanaf begin 1946 aan in Amsterdam en andere havens. De zogenaamde repatrianten, Nederlanders en Indische Nederlanders. Het zijn in eerste instantie mensen die in de Japanse kampen hebben gezeten en voor herstel naar het moederland komen. Onder hen Carla Vermeer. We kwamen medio februari aan. Onwennig in de slecht zittende winterkleren die ons in Suez waren uitgereikt. Het was koud en mistig. We voelden ons aanvankelijk in Holland erg ontheemd. Vooral omdat niemand begrijpen kon wat wij in de oorlog hadden meegemaakt. De schepen die repatrianten brengen varen terug naar Indonesië met militairen. Dienstplichtige soldaten worden massaal over zee gestuurd. Volgens de grondwet mag dat niet,
Daarom wordt die gewijzigd. Maar dat kost de nodige tijd. Als de wijziging daadwerkelijk ingaat, wordt er in Indonesië al hevig gevochten door deze jongens. Het eerste transport dienstplichtige. Het vertrekt op 24 september 1946 uit Amsterdam. Wat het gezagsgetrouwe Polygoonjournaal niet filmt, zijn de protesten tegen het vertrek van de dienstplichtigen. Die zijn hevig. In Amsterdam valt één dode. Toen wij naar die boot gingen in Amsterdam op 12 oktober... dan waren ook bij de meeste spoorwegovergangen en bruggen stond de NP. Alle overgangen en bekende kruispunten waren bewaakt door militaire politie. En wat het journaal ook niet meldt... is dat bijna 20% van de militairen die mee moeten met dit eerste transport... niet komt opdagen. Het zijn de zogenoemde Indonesië-weigeraars. Ze willen niet vechten in de kolonie. Ondanks de dreigementen van de chefstaf generaal Kruls... Als gij verstandig zijt en nadenkt, dan zult gij beseffen dat het in een geordende staat als de onze nu eenmaal niet mogelijk is om zich aan zijn plichten als Nederlander blijvend te onttrekken. Ik volsta met de mededeling dat de straffen zwaar zijn en de krijgsraden niet met zich laten spotten. Het leger heeft elke man nodig. Er wordt fel gejaagd op weigeraars, al of niet ondergedoken. Naar schatting hebben uiteindelijk zo'n 5000 dienstplichtigen geweigerd naar Indonesië te gaan. De marechaussee pakt ze op en brengt ze naar Schoonhoven. Daar, in het depot nazending Indië, wacht ze een speciale behandeling, zo schrijft weigeraar Puk Heidlager. Het eten was goed, maar dat was dan ook alles. Je werd continu vernederd en alles was erop gericht je alsnog voor Indonesië te laten tekenen. We leerden bajonetvechten op een leren pop. Een Javaan, zo werd ons verteld. Steek hem in zijn flikker. Draai hem eraf. Walgelijk. Wie ondanks alle pressie blijft weigeren, komt voor de krijgsraad. Bij het eerste proces wordt de maximale straf geëist van 7,5 jaar. Het vonnis luidt uiteindelijk 3 jaar. Rond de 500 weigeraars worden veroordeeld. En de meeste van hen komen pas vrij als de oorlog tegen Indonesië al lang is afgelopen. Sedep. Talun, Santosa. Drie bekende namen van grote thee-ondernemingen in de Preanger voor de Japanse bezetting. Drie modern uitgeruste fabrieken waar het blad van de thee werd behandeld en geprepareerd en over de gehele wereld verzonden. Thans, na de onrustige tijden, teruggebracht tot een ruïne van puin en roestig plaatijzer. Voor de oorlog verdiende Nederland aan een kolonie. En dat was vooral te danken aan de grote plantages. Die liggen nu stil en erger, ze liggen in gebieden waar de Republiek Indonesië het voor het zeggen heeft. Er zitten in het voorjaar van 1947 zo'n 100.000 Nederlandse militairen in het land. En ze lopen nog steeds wacht, langs de demarcatielijnen. De Nederlandse regering komt in een moeilijke positie. Het land dreigt failliet te gaan, omdat Nederlands-Indië failliet dreigt te gaan. In een uitvoerige brief aan zijn collega's rekent minister van Financiën Liefdink voor... dat er dringend deviezen uit de export nodig zijn. Hij ziet maar één uitweg. Een militaire actie om de ondernemingen weer in bezit te krijgen. Let wel, Liefdink is lid van de Partij van de Arbeid. Niet echt een partij voor doorgewinterde kolonialen. En ook partijleider Drees en de andere ministers... zijn geen mensen die per se oorlog willen voeren. Ze willen de orde herstellen. Indonesië zo snel mogelijk er weer bovenop helpen... Maar toch gaan ze mee in wat een spiraal van geweld wordt. De Nederlandse legerleiding staat wel te trappelen om ten aanval te trekken. Hun plan om de Republiek onder de voeten te lopen heet Operatie Product. Het gaat tenslotte om het openleggen van de ondernemingen. Het gaat om geld. Als de regering maar blijft aarzelen, dreigen generaal Spoor en vice-admiraal Pinken met opstappen. Minister-president Beel zwicht. Landgenoten. De gebeurtenissen in Indonesië nemen een zo ernstige loop... dat ik meen u geen ogenblik langer dan strikt noodzakelijk is... in het onzekere te mogen laten. Ik behoef u niet te zeggen dat het de regering in de laatste maanden... niet gemakkelijk is gevallen haar langmoedigheid te bewaren. Landgenoten, er komt een punt... waarop langmoedigheid ophoudt in deugd te zijn... En zo begint in 1947 de oorlog. Want dat is wat er gebeurt, één dag na de toespraak van premier Beil.
Het is 21 juli en Nederlandse mariniers landen hier op het strand van Passiputi. De toestand werd onhoudbaar en de noodzakelijkheid werd ingezien politioneel in te grijpen. Op 21 juli 1947 landen de mariniers op Passiputi. De Nederlandse regering verordeneert dat er gesproken moet worden door iedereen van politionele acties. Om te benadrukken dat het gaat om een interne aangelegenheid en het buitenland zich er niet mee mag bemoeien. Maar feitelijk is de Republiek Indonesië dan als onafhankelijke staat al erkend door onder meer Amerika. Maar Nederland wil het niet weten. Juli 47, wat jullie noemen de eerste politionele actie, was daar. Hoe noemt u het? Wij noemen dat de militaire actie, de Hollandse agressie. De Hollandse agressie? Agressie 1 en agressie 2. En jullie noemen politionele actie 1 en politionele actie 2. Wij noemen dat, het is geen politionele actie. Het is een oorlog geweest. Dat zijn oorlogsbeelden. Ik denk dat er gewoon een politieke achtergrond heeft, de politionele actie, om het een beetje in een onderterminologie te houden van, nou ja, er gebeurt geen grootschalig oorlogsgeweld. Het is gewoon wat politie optreden en wat orde op zaken stellen. Maar het was natuurlijk een gigantische opmars. Militair lijkt operatie Product een succes. De Nederlandse troepen veroveren in hoog tempo grote delen van het Republikeins gebied. De legertop wil doorstoten en tegen de oorspronkelijke afspraak in ook de Republikeinse regering in haar hoofdstad Jogja op Midden-Java opruimen. Het lijkt makkelijk te kunnen, maar militaire strategie is niet de enige factor. Politiek ligt de zaak een stuk minder eenvoudig. De internationale gemeenschap ziet Nederland als een agressor die de jonge Indonesische staat heeft aangevallen. De Veiligheidsraad gelast een onmiddellijk staakt het vuren. En zo niet, dan dreigt een boycott. De regering in Den Haag is hevig verdeeld. De KVP-ministers zijn voor doorgaan. De PvdA-ministers tegen. Hun achterban is niet gediend van deze oorlog. Het regent opzeggingen van het partijlidmaatschap. Nederland legt zich tenslotte neer bij de eisen van de Veiligheidsraad. Vooral omdat het daarmee de veroverde gebieden voorlopig in handen houdt. En dus de grote ondernemingen. Er komt een staakt het vuren. Je gaat vooruit. De vijand die spat als een rotte ei uit elkaar en je biedt haast geen weerstand. Dus je rijdt zo de Republiek in. En op een gegeven moment is dat dan halt houden. Ja, het staakt het vuren. Dan krijgt Spoor de opdracht om die hele troep af te blazen. En niemand begreep dat, want dan konden ze naar Jogja toe rijden als ze dat gewild zouden hebben, die eerste actie. Nee, stoppen. Nou, en toen begon de ellende, want dan gaan die lui die gaan infiltreren. Die komen met, en wij zijn niet sterk genoeg om het hele gebied waterdicht af te sluiten. En dan krijg je het heel zwaar voor je kiezen. Je staat dus eigenlijk als soldaat sta je tegen een onbekende, maar ook onzichtbare vijand. Hè? Want die vent heeft geen uniform aan. Die staat gewoon langs de weg te zwaaien. Hè? En je weet zeker dat hij op je geschoten heeft, maar je kan het niet bewijzen. Formeel is er een wapenstilstand vanaf de late zomer van 1947. Er wordt ook verder onderhandeld. Maar de strijd luwt niet echt. Integendeel, meer en meer is er aan beide kanten sprake van ontsporing van geweld. Beschietingen, konvooi's beschietingen, passerende auto's beschieten en 's nachts de Nederlandse posten aanvallen. Dat is onze kreeg. En dat had succes? Ik denk wel. Ik denk wel. Kijk, hier heb je nou zo'n foto waarbij wij een stel kerels gepakt hadden die zo'n moord begaan hadden. En wat gebeurde er dan met zo'n man? Die ging naar de inlichtingendienst, naar het bataljon. En hoorde u nooit wat er dan verder mee gebeurde met z'n? Nee, geen idee. Misschien hebben ze wel kuit gemaakt. Die gingen niet zo zacht met die lui om. Dat wil je gewoon niet weten. Langzamerhand dringen in Nederland berichten door over waar oorlog hiertoe leidt. Her en der wordt geschreven over de acties van ene kapitein Westerling. Oorlogsmisdaden, oordelen wij nu. En er zijn ook kleinere zaken die de publiciteit halen. Er is de kwestie van de zogenaamde lijkentrein van Bondowoso. Het gaat om 46 Indonesische krijgsgevangenen die omkomen tijdens een transport. Hun treinwagon staat uren op een zijspoor in de hete tropenzon, volledig afgesloten.
Nederlandse rechters concluderen later dat de lijkentrein een incident is en geen bewuste misdaad. Eerder grenzeloze onverschilligheid. Eigenlijk typerend voor de situatie van het Nederlandse leger in Indonesië. Veel militairen, niet allemaal, maar veel, hebben grote moeite met de onbekende omgeving en de onbekende cultuur. En zoals altijd is een guerrillaoorlog chaotisch. Dat alles samen kan niet iedereen aan. Nog een incident. Het dorpje Rawagede. Dat wordt omsingeld en in brand gestoken, zonder dat de bewoners kans krijgen te vluchten. Pagi-pagi setelah kampung ini ditinggal oleh Belanda, itu ada suatu letupan, ya senjata kode barangkali itu dari tentara Belanda, maka semua sudah siap untuk meningkar kampung Rawagede ini. Yang tidak lolos, yang ketemu oleh tentara Belanda, yang di rumahnya, ataupun yang di kali-kali, semua diangkat, dibawa, digiring, dibantai di sana, di suatu tempat. Usia 8 tahun, masih anak-anak kan, di rumah nggak kemana-mana. Banyak orang-orang yang mengumpat di rumah saya pada waktu itu. Een rapport van de Verenigde Naties over de gebeurtenissen hier verdwijnt in een la. Er zijn wel Nederlandse bladen die over het dorp berichten. De kritische berichtgeving gaat langs een meerderheid van de Nederlandse bevolking heen. Die heeft moeite met de ingewikkelde en verre zaken over zee. Belangstelling is er vooral voor het dagelijkse wel en wee van onze jongens. In die behoefte voorziet de regeringsvoorlichtingsdienst. Nou, patrouilles maakt niet zo best als een jonge klapper. We zijn het op patrouille. Gaat u eens mee, dan kunt u meteen zien wat het is. Alsjeblieft, dat is nou ons patrouillegebied. Je voelt je al bek af als je ernaar kijkt. Als je nou nog eens leest van al die patrouilles, vooral met dat simpele dag in, dag uit erachter, lees het dan nog maar eens langzaam over. Ga er gerust maar eens makkelijk voor zitten. Maar vooral zou ik willen dat u ook zelf eens voelde wat het is als je met de patrouille weer op de terugweg bent en door al die kampongs komt waar het leven weer normaal is geworden. Kijk eens, daar roept iemand ons. Kom, ga hier even zitten en steek een sigaret op. Nog steeds de beste remedie tegen vermoeidheid en hitte. De serie Soldaat over Zee zorgt voor een glimlach in de bioscoop. Maar de algemene stemming over de situatie in Indonesië is somber. De oorlog sleept zich voort, terwijl de opvattingen over wat er moet gebeuren steeds verder uit elkaar groeien. Een toneeluitvoering die voor de opening van het Boekenbal in 1948 staat gepland, wordt verboden door de burgemeester. Het stuk gaat over Jan Pieterszoon Koen en er is angst dat de opvoering tot relletjes zal leiden. Het dagelijks leven wordt nog altijd beheerst door bonnen. Die zijn nodig bij de aankoop van textiel, maar ook voor bijna alle levensmiddelen. Enige lichtpuntje, althans voor die tijd, sigaretten zijn wel zonder bon te krijgen. En er zijn tekenen die wijzen op een betere toekomst. De Marshallhulp uit Amerika komt eraan. En bij Coevorden wordt het eerste gas uit de grond gehaald. Verkiezingen zijn er ook in de zomer van 1948. De partijen die meedoen hebben vaak een uitgesproken visie op wat er in Indonesië moet gebeuren. Al zijn er uitzonderingen. PvdA'er Willem Drees leidt het nieuwe kabinet. En weer wordt er gekozen voor grootscheeps militair optreden. De kritieke situatie in Indonesië heeft tot een nieuw optreden van de Nederlandse strijdmacht geleid. De berichten over deze nieuwe strijd tegen de extremistische elementen in de Republiek vonden gretig aftrek en werden op straat druk besproken. Het Republikeinse regeringscentrum in Jogja is deze keer wel het doelwit. Het is kerstmis 1948. Sukarno en sommige van zijn ministers worden gearresteerd. Ik ging naar de Dessa-hoofd toe, waar ik nog wel eens een kopje thee ging drinken. Ik zei, nou, ik heb een plezierige mededeling voor je. Ik zeg, het is afgelopen met de oorlog. Hij zegt, Sukarno is gevangen. Onze mensen zitten in Jogja. En ik denk dat het voor ons gauw afgelopen is, dat we naar huis kunnen. Dus ik dacht, iemand die valt me huilend van plezier om mijn nek. Nee. Hij werd een beetje grauw en mijn lip begon te trillen en zijn schrijven was er ook. En toen ging er opeens mijn ogen open en ik denk van rek, die lui zijn helemaal niet zo blij dat ze Nederlands staatsburger moeten worden. Die willen gewoon hun eigen bandjes doppen. Toen, eigenlijk toen,
ging bij mij de schel van dat ik denk, wij zijn gewoon hier verkeerd bezig. De actie is ook politiek een dramatische misrekening. De Veiligheidsraad komt opnieuw met een veroordeling. In de ogen van de wereld is Nederland een agressieve en verachtelijke koloniale mogendheid. Nederlandse schepen en vliegtuigen zijn op veel plekken in de wereld niet meer welkom. De regering moet wel inbinden. In februari gaat de hoofdstad Djokja terug naar de Republiek. Net als Leo Bromleven weten veel Nederlandse soldaten niet meer waarom ze nog in Indonesië zijn. De toestand is nu zo verward. De teruggave van Djokja, is dat zo vaar eigenlijk? Bijvoorbeeld maakt dat we ons hier overbodig gaan voelen. Wat helpt het nu om de boel te zuiveren als ze het straks misschien weer teruggeven? Blijft hij maar een zombie. De oorlog zit in een impasse. Geen van beide partijen is tot een echte overwinning in staat. Het aantal slachtoffers stijgt fors. Dit was op het eind. Toen was er nog een serie begrafenissen. Ik heb zo verschrikkelijk veel bewondering voor die knullen. Ik ben niet trots op die oorlog die we daar gevoerd hebben. Ik ben wel trots op die kerels, want die hebben eigenlijk nooit gekregen wat ze verdienden. Dat waren echt geweldige kerels. Ze hebben met de beperkte middelen die ze hadden, hebben ze een verschrikkelijke moeilijke klus. 3 jaar lang, dag in dag uit, 3 jaar lang, hebben ze hun werk gedaan. De voorpagina's van de kranten brengen in de eerste helft van 1949 vaak treurig nieuws. Er sneuvelen iedere maand meer dan 160 Nederlandse militairen. De Nederlandse bevolking raakt oorlogsmoe, maar blijft heel erg verdeeld over de vraag hoe het nou verder moet. Het is de internationale druk die een oplossing forceert. Zo dreigen de Amerikanen met het stopzetten van de Marshallhulp. Uiteindelijk geeft de Nederlandse regering zich gewonnen. Eind december vindt hier in de grote zaal in het Paleis op de Dam de soevereiniteitsoverdracht plaats. Om 10 uur precies nemen de delegaties plaats aan een ovale tafel in de burgerzaal. Dan worden de koningin en prins Bernhard binnengeleid. Hare Majesteit betreedt de zaal, begeleid door minister-president Drees en minister Van Maarseveen. Hier in Jakarta wordt gelijktijdig met de overdracht in Amsterdam het Indonesische rood-wit gehesen. De tegenstelling kan bijna niet groot. Ja, vooral toen Sukarno kwam. En het volk van Batavia heeft Sukarno al 4 jaar niet gezien. Dat was een reunie van het volk met Sukarno. Waar staat u op die foto? Ik was naast de fotograaf. Ik heb hem gezegd om deze foto te nemen. Op de trappen kijkt een triomfantelijke president Sukarno uit over een feestende en uitgelaten menigte. Het is een en al vrolijkheid. In Amsterdam staat ook een menigte, gehuld in dikke jassen. Het is een gure decemberdag. Vrolijkheid is ver te zoeken, het is vooral heel plechtig. Niet langer staan wij gedeeltelijk tegenover elkander. Wij zijn nu naast elkaar gaan staan. Zeer opgeschonden en gescheurd en vol van de littekens van rok en spijk. Dit is één van de meest aangrijpende en ingrijpende gebeurtenissen van deze tijd. Nederland is niet langer een koloniale mogendheid met miljoenen onderdanen en veel grondstoffen. Met haar handtekening bezegelt de koningin de nieuwe positie van het land. Een bescheiden natie die bescherming zoekt onder de vleugels van machtige bondgenoot Amerika. Toch zijn de loodzware jaren voorbij. 10 jaar later is Nederland hard op weg een welvarende natie te worden met een materiële rijkdom waarvan in 1949 geen mens nog durft te dromen. En met het afscheid van Indië is het eindelijk vrede. De oorlog is echt voorbij. De oorlog is afgelopen, zou je zeggen. Maar hij komt steeds weer terug. Bij herdenkingen lopen de emoties hoog op. Er zijn affaires rond oorlogsmisdadigers. Steeds meer overlevenden krijgen last van trauma's en syndromen. De oorlog wordt in Nederland de norm van alle dingen. Over de oorlog na de oorlog gaat het volgende week in deel 9.